ben Ella. Dit kunnen sokken knoeien. Doe je ook gezellig mee? Hoi allemaal, welkom bij Knutselknoeien. Kijk, dit is wat we gaan maken. En wel voor Halloween. Zo kun jij pronken met je eigen gemaakte Ella en Nuffel knutselknoeienlampion. Dit heb je nodig. Papier. Plakband. Een schaar. Een satéprikker. Een ledkaarsje. Een stukje touw. En een stokje om je lampion te dragen. Dit kan een eetstokje zijn, of een stokje uit de plantenpot, of gewoon een mooie stok uit het park. Maar wij gebruiken nu een eetstokje. We gaan beginnen. Kies een mooi gekleurd vel papier en vouw hem op het midden. Vouw hem nog een keertje op het midden. En nog een keertje, tot je een mooie, sterke strook hebt. Knip hier mooie figuurtjes uit. Eerst aan de ene kant, dan aan de andere kant. En zo ga je maar door. Als je hem openvouwt, is dit het resultaat. Kijk, nu gaan we de bonen maken zo breed als twee stroken. Pak een vel papier. Twee stroken. Maak daar een mooi vouwtje. En knip er zo goed mogelijk een vierkantje van. Vierkantje kun je al met een stukje plakband vastplakken. En zo gaan we alle kanten af, tot je een vierkante lampion hebt. Om de lampion mooi dicht te maken, gebruiken we kleine stukjes plakband. En die plak je zo om en om de mooie knipsels. Zo gaat hij mooi dicht en wordt hij heel erg stevig. Tada! Hier en hier steken we het satéprikkertje doorheen. Maar we gaan het eerst verstevigen, zodat het niet kan uitscheuren tijdens de optocht. En dat doen we door er een stukje plakband aan beide kanten omheen te plakken. Daar prikken we dan het stokje doorheen. Maar pas op, het kan scherp zijn. Dus vraag even papa of mama of je grote broer of zus om hulp. Zo zit hij mooi stevig. Een klein stukje breken we af van het stokje. Dat is een beetje scherp. Nu gaan we het touwtje gebruiken. Maak een klein knoopje. En maak je vast aan de ene kant van het satéprikkertje. Aan de andere kant. Even goed kijken hoe die komt te hangen. Weer een knoopje. En weer aan je satéprikkertje. Kijk, zo hangt hij best mooi. Daar maken we ook nog een klein knoopje in. En die schuiven we zo ver mogelijk naar boven. De reststukjes knippen we even af. Want dat ziet er niet zo mooi uit.
dan hoeven we alleen nog maar het ledkaarsje erin te doen. En een stokje. En dan pakken we het stokje. En dan schuif je hem zo op. Kijk eens hoe leuk! Nu kun jij pronken met je eigen gemaakte Ella en Nuffel knutselknoeienlampion. Happy Halloween!